Oké, voor alle eenheden, we krijgen een melding van de juwelier dat er een stilalarm afgaat. Ik wil dat de eenheden allemaal koppelen. Iedereen mag prio 1 met toestemming, maar rijdend eerst omhangen, daarna rijden. Top. Personen stappen nu op de motor. Ja. Jullie mogen gaan rijden, er komen nu drie motoren aan. Iedereen wordt vrijgelaten. Dat we kunnen starten met de briefing. Nou, ik, Ido, ben vanavond jullie OVD. Nou, jullie hebben vast wel eens eerder een dienstje gedraaid wanneer ik als OVD was of een andere OVD. Dus jullie weten hoe dat normaal te werk gaat. We gaan vanavond uiteraard weer letten op ons etendiscipline, op het radioprotocol. Roep mensen aan, gebruik over. En denk om je rust tijdens de communicatie. Eigenlijk het standaard zinnetje. Ik zal de communicatie blijven begeleiden vanavond wanneer het nodig is. En geef ook voornamelijk sit-reps, die zullen heel erg handig zijn. Dan ga ik even jullie meenemen naar de volgende dia. Er is namelijk een bijzonderheid. Er is, zover de recherche heeft kunnen achterhalen, een aanval gepland op de elektriciteitscentrale in Roeveen-Noord. Nou, dat vereist onze enige aandacht, want er is gisteren ook nog wat anders gebeurd. Namelijk Renzo Otten, dat is een van onze korpsleidingleden, zoals jullie weten, die is ontvoerd. En Mike B. die is geliquideerd. Laten we even beginnen bij de hoge prioriteits, met de hoge dreigingniveaus gebouwen. Dan kijken we voornamelijk naar de banken, dat is eigenlijk de centrale bank. En misschien wijken we dan toch ook een beetje uit naar de bank aan de snelweg, dat is aan de A2. En we hebben uiteraard ook de juwelier, die heeft veel waarde daarbinnen liggen. En welke niet is meegenomen, maar welke ook nog interessant kan zijn om mee te nemen in je dienst, is Lauwman, om dat ook even in de gaten te houden. Mocht het zo zijn dat er namelijk iets fout gaat met de stroom, zal het stroom in dit hele gebied uitvallen. En dat kan best wel een dingetje zijn, want op het moment dat de stroom uitvalt, hebben ze natuurlijk net iets meer mogelijkheden binnen de beveiligingsrisico's, zeg maar. En uiteraard hebben we ook een paar namen voor jullie. Ik heb als volgende opgeschreven de personen waarvan zij eigenlijk in de grootste prioriteit staan. Dan kijken we eerst even links. Dat gaat om Rick Force. Hij draagt waarschijnlijk momenteel een motorpak, maar het kan ook zijn dat hij de outfit aan heeft die je op het linker of op de linker afbeelding ziet. Hij is heel erg vluchtgevaarlijk. Hij is vuurwapen/wapengevaarlijk. Vuurwapen is zo goed als zeker, dus hou dat in je achterhoofd wanneer je hem benadert. En hij heeft Mike B. geliquideerd. Dan komen we door bij Samuel Hunt. Die heeft mogelijk een hoodie of een jas aan met een capuchon. Die is extreem vluggevaarlijk. Die staat er eigenlijk bij ons onbekend dat hij direct wegrijdt wanneer hij de politie ziet. Die is overigens vuurwapengevaarlijk en heeft ook Renzo Otten ontvoerd. Dan hebben we vervolgens Jordi Blanco. Die ruikt veel op Rick Force. Heeft een ietsjes meer ringbaardje-achtig iets. Heeft vaak witte kleding aan, voornamelijk een wit pak of een wit motorpak. Op deze afbeelding staat hij in donkere kleren uitgebeeld. Heb je in principe een idee ook hoe zijn gezicht eruit ziet? Is ook vluchtgevaarlijk en vuurwapengevaarlijk. Heeft verder geen bijzonderheden gedaan die erbij staan. Maar die is wel heel erg te refereren aan Rick Force en Samuel Hunt. Vandaar dat we van hem ook even een fotootje erbij hebben gepakt. Omdat hij dus ook vuurwapengevaarlijk is. Dan The Darkness. Dat is de groepering waar deze personen bij horen. Er zijn meerdere schietpartijen waar zij bij betrokken zijn. Ze hebben een keertje een bankoverval gedaan in het noorden waar zij aan gerefereerd worden. Dan denk ik dat ik alles zo wel netjes aan jullie heb verteld. Ik zal nog even de afbeelding met de targets voor jullie plaatsen in de chat van ons, in de Discord app. En dan wens ik iedereen een hele fijne dienst. En als er bijzonderheden zijn, meld het mij. Dan ben ik voor jullie beschikbaar. Fijne dienst allemaal. Zo. Daar zijn we dan, Karel. En hoeveel flits hadden ze in over? Nou, ik heb net een korte briefing gehouden. Ik heb voor jullie het een en ander kort even laten zien daarvan. Er is vanavond een dreiging. En we weten niet precies wat er gaat gebeuren. Er zijn wat targets die we in de gaten gaan houden vanavond. Dus ja, we gaan het zien wat we daar allemaal gaan aantreffen. Ik ben zelf vanavond als OVD beschikbaar. Dat houdt in dat als er iets aan de hand is, ik op de achterlinie sta te coördineren, om het maar even zo te zeggen. Dus ja, we zijn erg benieuwd. En ik ga ook eventjes in de tussentijd een bezoekje brengen bij het ziekenhuis. Om eens even te kijken wat we daar allemaal in dienst hebben. En eens kijken of die beschikbaar zijn voor mocht er iets fout gaan. Kijk, mocht het zijn dat er gewonden vallen, is het wel even handig om te weten dat zij ook weten. Hé, er is een OVD in dienst. En ja, gewoon even een bezoekje brengen. Even weer bijpraten. Dat is altijd handig. Dus dat gaan we als eerste even doen. Daar rijden we als eerste even heen. Hallo, was jij alleen in dienst of heb je ook nog collega's erbij? Ik ben alleen in dienst. Hey, mocht het zo zijn dat er straks nog wat meer collega's voor jou bij zijn, is even handig om te weten dat ik vanavond in dienst ben als OVD en dat er enige verwachtingen zijn dat er iets kan gebeuren. Dus het is even handig om dan direct contact te schakelen.
Oké, en met iets te gebeuren, wat moet je daarbij? Ja, daar kan ik verder geen uitspraken over doen, maar dat is een dreiging. Dus het kan zijn dat er vanavond eventueel gewonden bijvallen. Dus even handig om te weten wie ik er dan van de ambulance voorbij heb staan. Dreiging naar de burgers of naar, nee, naar de politie? Ah, oké. Dat is niet best. Oké, ja, dat is duidelijk. Dan ga ik daar wel even rekening mee houden. Yes, dankjewel. En nou ja, mochten er nog meer mensen in dienst komen, is dat natuurlijk hartstikke fijn. Dan zien we dat dan ook. Ja, precies. Ja, we hebben er een paar mensen staan standby, dus die kan ik sowieso... Yes, nou in ieder geval voor nu een hele fijne dienst. Dan... Zo, we zijn lekker begonnen met de dienst, jongens. En we gaan het allemaal zien wat we vandaag gaan aantreffen. Ik ben erg benieuwd. De 4207 gaat rijden naar de laatste melding. Is er iemand die even kan koppelen over? Positief, de 4209 die is er allemaal ook over. Genomen. Wij koppelen het over. Genomen. Wilt u dat zwaar omhangen of niet? Ja, doe maar voor de zekerheid ook. Ja, ontvang over. 4220 urgent. Wij zijn net even langs de juwelierszaak gereden. En Willem Hunt houdt zich op in de omgeving van de juwelierszaak over. Een van de doelen over de. Ik denk dat we ongeveer al een beetje beeld kunnen scheppen. Over. Ja, geef bericht. Heeft u meegekregen over het juwelier en Willem Hunt, dacht ik ook? Ja, heb ik meegekregen. Dan denk ik dat het even handig is dat iemand hem even staan houdt en vraagt wat hij daar aan het doen is. Hij zegt nu dat hij gewoon een ringetje aan het kopen was. Okay, we hebben het al gevraagd aan hem. Ook Ruben de Boer is aanwezig in de juwelierszaak over. Genomen. Okay, er is... Ook rijden er op dit moment meerdere motors rond dit gebied over. Nou, maar die mag je eventueel dus ook één voor één staan houden. Dan mogen er al iets meer eenheden afzakken richting Bouvet Noord. Voor nu lijkt het dus dat op het juweliersgebied meer aandacht is. Begrijp ik dat goed? Dat is positief, over. Nou, maar heeft iemand ook verdachte situaties gezien in de omgeving van de elektriciteitscentrale? Mijn vriendin zijn net geweest en ik zag het erover. Ja, de 08 ziet zojuist wel een zwarte gek als we wegrijden vanaf de centrale bank. Ja, die zie ik ook. Die ga ik even staan houden. Wil je even uitzoeken? Nog even over de heer Hunt. Hij had ook niet zo'n normale kleding aan, over. Genomen, dat is een belangrijk detail. Komt zo over die kant op, hoor. Dat is een pietenwit voertuig. Hé, hey, wil je even uitstappen? Oh. Piet, goeiedag. Wat ben je hier aan het doen? Gewoon een pond rijden. Waarom met bedekte... Nog even een hier. Er staat één motor aan de... zuidoostelijke kant van de Juliro. Dat is beter. Ik ga het kenteken monteren. Nou, oké. Okay. Graag een beetje uit het gebied blijven. Er is één bedreiging. Het is even handig als je gewoon uit het gebied blijft. Dus zak af naar Roeveen Centrum en dan is het helemaal in orde. Dat was ik inderdaad van plan, ja. Top, dankjewel. Nou, ik heb het even opgeschreven. Ja, het in het algemeen. De heer Hunt blijft ook rondrijden hier rond dit gebied. Nou, top. Dan heb je hier nu van je rijkaart niet wenselijk om steeds meer mensen deze kant op te krijgen, over. Oké. Dat is even aan de OVD. Mij lijkt het handig als er misschien één of twee eenheden een beetje rond het gebied patrouilleren. Mocht het fout gaan, dan laten we het direct weten, over. Ja, daar ben ik inderdaad voor. En dan stel ik voor dat dat voor de 4220 is, sowieso de 025. En daarnaast mag er uiteraard ook nog 1 à 2 opvallende eenheden die kant afzakken. Ik ben zelf een beetje daar in de buurt, mocht er iets fout gaan, dat ik ook zelf snel kan schakelen. Dan stel ik voor dat de 42, even kijken, 08 en de 4203 ook in dat gebied blijven surveilleren. Ik ga zelf even afzakken richting die energiecentrale. Die wilde ik nog even controleren namelijk. Omdat het voor mij nog enigszins onduidelijk is of daar nou iets is gebeurd of niet. Daar hebben we eigenlijk niks meer over gehoord of gezien. We hebben al wel verschillende personen aangetroffen. Ook Piet de Wit is overigens in de omgeving van de centrale bank aangetroffen, over. De 20 heeft net omgeving centrale bank gecheckt. Daar is op dit moment vrij weinig beweging over. Yes, ik heb net ook even... Volgens mij wordt er volop met pistolen geschoten. Wie gaat er rijden richting de schotenmelding, over? En nu wordt in de grote rijden door. Yes, genomen. Ik rij ook even rustig die kant op. Vraag even omhang, over. Nog even een koppelverzoek, over. Ja, nog even een gekoppeld. Overigens ook geen bijzonderheden in de omgeving van de elektriciteitscentrale. Even een sit-up. Flink wat activiteit zien hier sowieso. Een achtergelaten motor zou waarschijnlijk een verdachte in het filiaal kunnen zijn.
Ja, meerdere malen mensen. En we hebben ook allemaal hetzelfde type mannen. Nou, maar dan zak ik wederom af van die schotenmelding. Vraag nog even één eenheidje erbij als het kan. Naar welke locatie? Richting de jullie? Avenue, dat is richting de domino's op die weg. Goed, dan ga ik die kant op. Dank u wel, 2409 uit. 0501. Ja, dat is het bericht ook. Ja, 0501. Was u nog in de buurt van elektriciteitscentrale, vraag ik over? Negatief, ik sta in de buurt van de Lubelier over. Ja, gehoord, heeft om een die kant op kan gaan. Er staat wat man hier en ik denk dat er ook iets gaat is. Ja, 08 heeft hier de G-klasse met het kenteken benoemd in de briefing aangetroffen. Is veranderd van kleur naar wit. Eigenaar en inzittende Lowy VMO. Denk wat activiteit in de jullie zelf. Heeft dat u hier komt voor wat advies ook? Ik kom even naar je toe. Ja, komt zijn binnen. In ieder geval de eigenaresse aangetroffen. Ja? Gaat om. Die staat in ieder geval wit pak. Wel dat we weggaan. In ieder geval dat u met haar kan praten. Want dan doen we eigenlijk iets in de richting. Ik zal even een praatje met haar doen. Goeiedag! Oh, shit. Wie was de eigenaresse? Liz. Liz. Hallo mevrouw. Wat moet ik politie die altijd hebben in mijn winkel? Je jaagt allemaal klanten weg. Zou ik heel even met u mogen spreken, mevrouw? Ik heb gevoel dat ze me gaan bejatten of zo. Ja, nee, ik vind het oplichting. U zegt hier, er staat hier een prijskaart van 9000 euro. Nou, ik ga heel even met die mevrouw, praten. Dan kan jij heel even met de andere medewerker praten. Zijn deze mevrouw is een scammer. Er is geen andere scammer. Mevrouw, wil je even met me meelopen? En of? Nou, ik had even een vraagje, want wij hebben verdachte activiteit gezien in de omgeving hier. Ik heb ook even de briefing opgenomen dat wij enige dreiging hebben gezien bij de elektriciteitscentrale, dat daar een aanval op zou kunnen komen. Nu wou ik even peilen bij u of u enige verdachtige dingen heeft gezien. Maar het is in één keer heel druk in mijn winkel. Heel druk dan normaal. Maar verder nee. Nou, helemaal standhouding. Geen mensen met maskers gezien? Iemand heeft mijn plantje omver gelopen. Ja, dat kan gebeuren, hè. Nou, dat vind ik niet leuk, hoor. Nee, die kan je zo weer overeind zetten, dat scheelt. Maar verder heb je niks verdachts gezien? Nee, eigenlijk niet. Oké. Nee, dan dan weet ik voor nu even voldoende. Wel even belangrijk om dat dus in de gaten te houden. Mocht er wel iets gebeuren, druk even op die knop onder de balie. Ja, je weet wat voor de zit. Nou, dan zijn wij er gewoon bij, mocht het fout gaan. Yes? Oké, maar moet ik oppassen? Moet ik even snel wapenregel of gaat het allemaal wel goed? Nee, je hebt geen wapen nodig. Komt helemaal goed. Nou, top. Dan gaan wij er weer vandoor. Yes, is vernomen. Voor nu lijkt het bij de juwelier allemaal in orde. Dus iedereen mag in principe gewoon afstand nemen hier en gewoon weer met vervolg gaan. De targets in de gaten te houden, maar niet met veel man te surveilleren op locatie. 20 aanrijden, de laatste melding. Oké, voor alle eenheden, we krijgen een melding van de juwelier dat er een stilalarm afgaat. Ik wil dat de eenheden allemaal koppelen. Iedereen mag prio 1 met toestemming maar rijden. Het eerst omhangen, daarna rijden. Een goede avond, 246, avonddienst. 42-6 ook voor u. U mag omhangen en direct prio 1 met toestemming rijden richting de juwelier. We krijgen een noodknop. Als ontvangen, aanmelding was nog niet compleet. Te bereiken op 06-8214-7216. Rijden ten voertuig November Juliet 479 Tango. Geen melding. Over. Wat is de situatie? Mijn broer zit daar binnen. Goeiedag, je mag even afstand houden allemaal. Ja, maar mijn broer zit in de juwelier. Hou nou eens je bek en laat de agenten doen. Oké, ik wil in ieder geval het gebied direct afzetten. De 42... Even kijken, 4209, kom ze uit. Brito. Jij mag de zuidzijde van de juwelier afzetten. Dat is dus aan de kant van het ziekenhuis. De 4220 en de 0520 mogen hun auto's het liefst buiten het terrein zetten. De 0501 ook, omdat deze het snelste zijn en direct een achtervolging kunnen inzetten. Verder de noodhulp eenheden wil ik de 4206 straks wanneer te plaatsen aan de noordzijde. De 4205 ook zuid. En dan de 4202 straks ook noord over. We staan nu op zuid, maar we gaan op het dak. Is er daar bezwaar mee, vraag ik ook. Nou, in principe mag inderdaad één iemand op het dak. Maar we moeten even kijken wat er aan de hand is. Moment. Mijn collega komt er even bij staan als je het niet erg vindt. Ja, nee, prima. 246 in positie. Hallo? 242 is iets. Collega, ze hebben hostages binnen. Ik wilde eigenlijk net gaan vragen wat ze precies willen. En wat dat ze hier iets aan het doen zijn, dat begrijpen we natuurlijk zelf ook wel. Ja.
Dan ben jij bij deze onderhandelaar. Ik laat jou de onderhandeling doen, hou maar op de hoogte. Ik blijf bij je in de buurt. Ja, helemaal goed. Ja, bericht over. Wilt u dan dat ik de weg afzet of dat de trap wordt afgezet? Hey, nou, in principe de trap daar. Jullie hebben hostages binnen? Willen jullie ook de auto aan de buitenkant zetten, dat jullie weg kunnen rijden die er achtervolging komt? Niet binnenvallen, uiteraard. Ik ben A60 klaar. Ja, maar deze Superb. Ja, dat is Bernard. Ja, stop. Wil je dat ik doe? Nee. 5 staat gepositioneerd op het dak, niemand aangetroffen over. We hebben iemand van de korpsleiding binnen. Ah, oké. Ja. Dus u heeft de heer Renzo Otten. Dat heeft u helemaal goed. Dat is fijn. Maar, nogmaals mijn verzoekje. Mag ik alvast één onbelangrijk iemand hebben? Dan weet ik dat jullie te vertrouwen zijn. En ik kom mijn woord wel na, geloof dat maar. Oké, één hostage naar buiten. Ja. Dan, als ik diegene heb, ga ik overleggen. Kom ik zo bij je terug. Ja, dat lijkt me een hele goeie. Helemaal goed. 4209, je had de ambulance ingericht. Wapens blijven omlaag, toch? Positief. Ja. Was hij naar Noord aanrijdend? Hij is aanrijdend. Ik weet niet of hij de melding helemaal heeft gelezen, maar ik heb aangewezen dat hij naar Noord moest. Nou, rennen vriend. Oké, we hadden inderdaad Ruben binnen, geef je aan. Ja. En ken je verder nog mensen die daar stonden? Ja, was er nog een mevrouw in een wit pak? Ja, dan heb je ook nog een Jari of zo. Oké, we hebben Renzo, Jari, Liz, Ruben. En dan nog iemand, zei jij, nog een beveiliger. Ja, ja die heb ik gezien, want die zag ik zitten, dat was Benny. Benny T. Dus we hebben 5 man binnen zitten, 5 hostages, dat weten we. Ik heb het niet. Ja. 5? Ja, met Renzo Otten erbij. Oké, nou we mogen allemaal wel even wat meer afstand nemen, want het gebied moet nog steeds afgezet worden. Ik brief jullie wanneer het nodig is, jongens. Oké, ik heb je een e-mail gestuurd met de dash betreffende case. Dankjewel. Dan mag jij in principe nu even mee met de ambulance. Ook wel papa, ik zeg bravo. Ja, kan die even Airborne en standby for tasking ETA 2 minuten tot met jullie. Oké, dan de 4214. Voor iedereen even een sit-trap. We hebben inmiddels wat meer situatie. We hebben 6 hostages binnen waarvan we er 1 hebben. We missen nog Ruben, Renzo, Liz, Jari en Benny. Renzo is daarbij een van onze hoogste prioriteit gezien dat de korpsleiding is, die is gisteren en Liz, dat is de eigenaar van de juwelierzaak. Ik ga wel proberen er nog één naar buiten te lullen. Het is me net ook gelukt, hij wilde het niet toegeven, maar ik heb er eentje naar buiten gekregen. Ja, oké, dat zou sowieso mooi zijn. Want hij heeft ook gelogen tegen mij. Ja. We hebben sowieso volgens mij van hem al ietsjes meer... informatie, want kan dat die Samuel Hunt zijn? Ja, of het is Jordi Blanco. Ik herkende de stem wel. Dat is één van de twee. En ik hoorde de stem van Samuel Hunt. Ook makkers van plakkers binnen. Ja, ik dacht zelf in het gebied, zal nu gaan scouten. Voorlopig rond de 8 tot 10 man waard willen in het gebied / juwelier. Oké, wat ik wil doen. Zij hebben daar 5 motoren staan, zie ik ook. Vier, zie ik dat? Ja, er staat 1 fiets, helemaal in de verte, een rode fiets. En volgens mij zijn het 4 motoren, als ik het goed heb. Oké, dan wil ik sowieso nog even wat eenheden laten omswitchen naar de motor. Het roepnummerplan, dat zit er maar even zoals het is. Renzo Otten, wat gebeurt daarmee? Die blijft achter. Hier. Renzo Otten blijft ook achter. Iedereen blijft achter. Als wij op een vrije doorgang krijgen. Oké. Het enige wat je wil is een vrije doorgang. Weet je, je hebt net ook tegen me gelogen. Waarom lieg je nu niet tegen me? Nou ja, waarom zou ik liegen tegen u bij ons buiten binnen? Dus ja. Je hebt net ook gelogen tegen me. Toen had je hier buiten ook al binnen. Nee, dat is niet waar. Toen waren we nog bezig. Ik ga alvast even van tevoren aangeven. Ik zie hier dus 3 keer een off-road motor staan. 1 keer een Harley Davidson. De 0501 gaat straks samen met een van de zware motoren achter de Harley Davidson aan. Nu is het punt dat wij niet goed kunnen gaan coördineren wie achter welke motor aangaat. Omdat ik nog niet weet in welke richting ze wegrijden. Het is heel erg belangrijk dat je straks aangeeft, zodra je de achtervolging inzet, achter welke motor je aangaat. Dat moet de Zulu ook doen, want de Zulu die gaat straks achter 1 motor aan waar geen eenheid achteraan gaat. En dat het liefst met maar 1 inzittende. Het is nu gewoon erg lastig om te zeggen, jij gaat achter die aan, want ze hebben geen kentekens. Ze zijn identiek aan elkaar. Dus dat is even lastig. En de overige motoren mogen trouwens even uit het zicht blijven. Als het lukt. Zo. F214 urgent, momenteel rent de MWZ het dak op over.
Op dit moment zitten 80, 11, 9 warmtebronnen. Nee. Ja, positief. Eén hij man op het dak. Hij zegt dat hij nog 3 mensen binnen heeft. 3 hostages. Ja, maar dat klopt toch niet met het verhouding? Dat klopt niet. Wat ben ik nou doen? Ja, wacht, ik ga even verifiëren bij hem of er inderdaad zoveel hostages binnen waren. Ja. Want wat ik zelf weet is, ik heb daar die eigenares gezien, ik heb hem gezien, ik heb een meneer gezien, ik heb nog een meneer gezien. Je hebt Renzo. Ik heb 4 man op het dak. Kijk, in ieder geval naar beneden. Ja, 6 man zou het niet zijn, dus we missen er nog één. Of we missen ja. Positief, de 4709 kan het dak op over. Je hebt Renzo, Ruben, Liz. We hebben nu Benny, die is vrij, hè? Ja, en we hadden die andere man. Die zei dat er nog één iemand was. Ja, ik ga eens vragen wat die Benny zegt. Wacht, de 4206 komt uit. Want hoeveel hostages waren er volgens jou nog binnen? 2 of 3 nog. 2 of 3. Het gaat over de Ben de Buren en zo. Otte en Les is niet zeker. Nee, je moet Ruben de Boer naar buiten krijgen, want die gaat binnenkort trouwen. Ruben en zo, ja, en de eigenares is sowieso ook nog binnen. En ken jij in de jaren? Is er niet naar buiten? Oh, de eigenares is daar niet meer. Ja, ik weet niet zeker. Of ze zat achter de toon. 4709 aan de 80. Hoeveel mensen zijn er hoeveel hebben naar buiten gekregen? Heb je voor de rest nog informatie voor ons die belangrijk is? Ja, sorry dat het nu even moet. Maar... Voor de eenheden zijn mogelijk 2 à 3 vuurwapens. 3 à 4, sorry. Ja, die heb ik gezien. Die Liz, die eigenares, is mogelijk weg. Hij zegt ook dat er 2 à 3 hostages binnen zitten, dus dan klopt het dan wel. Klopt het. Ik wil ze 1 vrije uitgang geven. En dan heb ik het liefst de kant met de trap, want dat is natuurlijk voor hun een beetje een uitdaging. En dat biedt voor ons de kans dat we daar eenheden of op het dak kunnen neerzetten. Kan je de motoren want, die kant op regelen. Ja, en wat ik wil gaan doen, is gebruik maken van aanhoudingsvuur op de banden. Ja. Het is wel gevaarlijk, want zij hebben ook vuurwapens. Klopt, en vooral dat is waar. Je kan wel heel veel mensen aan die kant zetten. En daar aanhoudingsvuur toepassen. Want als ze die kant op gaan, voorbij rijden, dan zijn die hostages als het goed is nog binnen. Ja. De heer Otten moet er nog op zitten. Heren, voor jullie. De B-klasse. Jullie mogen weg aan de zuidzijde, dus dat is de 4209. Jij mag ook afzakken naar de noordzijde. Dan wil ik alle motoreenheden. Dat is in dit geval eerst even de 4210 en de 4211. Jullie mogen aan de oostzijde, dus aan de kant van het gemeentehuis positioneren. Zuidelijke richting, dus richting het ziekenhuis. En dan de 4214 en de 4213. Jullie mogen aan de westzijde, dus dat is aan de kant van de drukke straat. De Harley Davidson, dat is de traagste motor. Ik stel dus ook voor dat die eventueel door een van de zware motoren na wordt gezeten. Waarom? Omdat deze ook niet off-road gaat. En dan wil ik verder dat jullie jezelf verdelen over de andere 3 motoren. En de Zulu gaat ook een van de off-road motoren volgen. Jullie mogen straks ook koppelen aan frequentie 2, zodat we deze loskoppelen van elkaar. Want er gaat straks blijven de gijzelaars achter. En daarvan wil ik dat mensen die gaan opvangen. Dat gaat in dit geval zijn de 42-2, de 42-9. Ik zal er zelf ook bij blijven. En de 0501 gaat ook. Hey. Ja. Hij zegt dat die mensen aan de noordzijde heeft. Ik ga wel de 0501 naar boven. Dus die zien alsof we alles gaan volgen? Of niet? Ja, dat weet ik. Maar we zetten ook de motor aan de zijkant. Hoe doe ik dat? Helemaal gelukkig. Dacht ik al even uw smaak zetten. Ik ga het even zeggen dat wij ons... Dat wij dingen gereed gaan zetten en dan geef ik wel een seintje als ze kunnen gaan. OVD 4202 is ter plaatse. Aspirant die gaat de linie verdedigen. Ik zal assisteren bij de frontlinie. Nou, het liefst jij helpen ook nog bij die linie als het kan. Ja, als je dat wil, dat die even ook nog wat verder naar achter. Want ze moeten gewoon afstand houden. En op het moment dat iemand nadert of uit dat persvak gaat... Weet je, we hebben ze genoeg gewaarschuwd, dan geef je gewoon maar een tik met die knuppel. Gebruik hem maar een keer. Staat iedereen verder in de locatie? Ja, dat heb ik al een paar keer gedaan. Ik zal deze 3 mensen wegvorderen. Yes, wat we dus nu gaan doen. In principe mogen alle achtervolgingen starten in frequentie 2. En die kunnen doorschakelen naar frequentie 3 om het op te splitsen. Dus eerst voor nu mogen alle eenheden die bij de achtervolgingseenheid horen. Dus dat is de 0501, de 4210, 4211, 4213, 4214. Die mogen allemaal omschakelen. Dan zie ik nog... Even kijken... Nee, dat en de Zulu. Jij mag voor nu nog even hier blijven. Wanneer de motoren weggaan, mogen jullie ook switchen naar frequentie 2. Moeten wij nog 1 target, specifieke target, of kunnen we van achter z'n allen dan Miala aanvragen tegenover? Nou, je mag er straks 1 kiezen. Ik kom zo heel even nog jullie frequentie in, hoor. Dan mag iedereen nu omschakelen die ik net benoemd heb. Is het dak verder clear? Vandaag zitten we aan de Zulu. 8211, kom ze uit.
dak, is dat clear? Nee, het zijn niet 5 man. We staan letterlijk boven. En wie zijn dat? Kan je dat identificeren? Allemaal normale mensen, voor mij ook mensen van de MBS hebben. Genomen. Als ik het laatste bericht gelezen heb, op de 1 en 2 melding, dat is vanuit Renzo. En is dat Willem er ook bij hoort, dus die mag aangehouden worden. Oké. Hier de 4207 aan de 4206, kom eens uit. 4206, heb jij Willem Hunt momenteel in de visie? Nee. Oké, mocht je die in visie krijgen, mag die direct worden aangehouden, getransporteerd worden naar het bureau. Motor, hè? Jullie hebben niet... We hebben hier Willem Hunt bij ons, staat aan de zuidkant. Je mag hem per direct aanhouden. Dat gaat hem zeker niet voor. Ja. Stop hem maar achterin. Ja, stop maar even erin. Ja, we hebben hem hier nu in een B-klas zitten. Kruim wel even naar jullie toe. Nee, jij even recht voor. Dat heb ik niet gedaan. En ook niet voor. Wat? willem, je hebt het recht nogmaals dezelfde melding ontvangen. Kun je deze niet voorloven, zal er eentje worden toegewezen door het Openbaar Ministerie. Je hebt ook het recht op zwijgen. Alle mensen die zijn, als het goed is, van het dak verwijderd. Je hebt het recht op een tolking en je hebt het recht op medisch hulp. Alles begrepen? Die ga ik nu verwijderen. Hey, Willem, zijn jouw communicatiemiddelen al in beslag genomen? Willem is niet gefouilleerd. Het is er nog alleen allemaal gaan of wat tegen? Ik ga het even regelen. Wil jij hem verder afhandelen? Moet gefouilleerd worden? Even kijken of hij nog middelen bij zich heeft. Wat is nou de bedoeling? Verdacht dat je betrokken bent bij. Wat is, dat is nou de bedoeling? Oh, er lost in binnen over. Nogmaals, je bent verdachte van deze hele zaak. Dus ga mee naar het bureau. Gast. Ja, daar is het. Oké, dan heb ik hier de 4202, kom ze uit. En de 4209. Zijn jullie allebei al bij Noord? Positief. Personen stappen nu op de motor. Ja. Jullie mogen gaan rijden, er komen nu drie motoren aan. Iedereen wordt vrijgelaten. Ga er switcht. 80-11 switch. Oké, achtervolgingen mogen ingezet worden, jongens. Zelf koppelen, goed communiceren met elkaar. Ik ben zo terug bij jullie. Renzo, pak ze. Hunt is al aangehouden. Hey, ik heb informatie voor jou. Ze hebben namen gegeven. Oké, jullie zijn alle drie... Waar is Renzo? Die is daar. Oké, top. Hey, er was de Niels, die rijdt als tweede. Er was de Simon, die zit achterop bij Niels. Er was iemand, Samuel, die rijdt voorop en die doet de handel onderhandelingen. En er was Roy. Ja. Niels, Simon, Samuel en Roy. Ja. En Makkers? Grijze schoenen, witte schoenen en zwarte schoenen hebben pistolen. Die hebben wapens, ja. Precies. Wit? En rode en roze schoenen. En rode Nike schoenen. Nee, die had geen wapen. Die was ja, te nee, mag niet. Dankjewel voor de informatie. Op het moment dat jullie op een lage snelheid rijden, mag je gebruik maken van aanhoudingsvuur, het liefst op de banden. Let op, deze personen zijn allemaal vuurwapengevaarlijk. Daarnaast hebben de personen met witte, grijze, zwarte en rode schoenen hebben vuurwapens. Ik kom zo jullie kant op. Ik wil even dat riool laten afzetten. Ja. De 4206, 4202. Jullie mogen allebei rijden richting het riool. Geldt ook voor de 429. Hey, jullie mogen graag alle uitgangen van het riool, dus vanaf het riool naar alle uitgangen, afzetten. Zelf even uitzoeken waar dit is en communiceren met elkaar. Dus niet daadwerkelijk het riool in, maar de uitgangen van het riool afzetten. Dat is dus niet in het riool, maar aan de snelweg. Even kijken. Voor nu hebben wij in ieder geval even alles duidelijk. Ja. Het gaat met jullie allemaal oké? Dat zijn het groep nee, dat zeg ik niet. Mijn hele winkel is geplunderd. Ja, dat begrijp ik. Nou, dat wordt even verzekeringswerk. Maar ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen, helaas. Ja, verzekering. Zeg dat tegen mijn vrouw als ik morgen zonder ring aankom om het bruiloft op. Even kijken. Nou ja, voor nu wordt het even voor ons afwachten. We moeten ook straks even kijken of we nog wat ambulance kunnen krijgen. Want er worden al schoten gelost, hoorde ik. We gaan die mensen pakken. Nou, jullie kunnen in ieder geval met mij contact houden. Als je een melding stuurt richting de politie en stuurt even vooraan OVD, dan krijg je contact met mij. Bedankt voor alle informatie. Recherche gaat te werk. Die zal nog even contact met jullie zoeken als ik even van iedereen een ID-kaart mag. 4207 hebben we nog contact. Negatief, iedereen in zicht. Nou, maar niemand ook meer bij de uitgangen van die rioolgangen aangetroffen. Zover ik weet onbekend. Dr. Galef is aan het surveilleren, moet dat zo. En nog 5 minuten. Dan wil ik graag alle rechercheleden wil ik nu richting het hoofdbureau hebben. Dan gaan wij daar een onderzoek op starten. Dan zie ik jullie daar graag over enkele minuten over. Nou jongens, de juwelieroverval is geweest. Ik ga trouwens even die mensen meenemen. Yes, we gaan naar boven hoor. Ik heb het aangehouden. Volgen jullie?
Oké, nou, we gaan nu met de recherche even praten voor een onderzoek. Kijk, verdieping 5. Oké, ik heb ook het een en ander aan informatie hier links van mij staan. In ieder geval wie nog getuigenverklaringen kunnen afleggen. Nou ja, het scheelt dat er dus korpsleiding bij is geweest. Dat gaat het een stukje makkelijker maken. Sowieso, iedereen moet natuurlijk een VTA krijgen voor die juwelierovergeval. Ja. Ik weet niet of jij dat in de tussentijd hebt meegekregen. Mm-hmm. Maar ander korpsleidinglid Mike Bartels is geliquideerd. Ja, dat heb ik deels meegekregen. Dat was inderdaad omdat hij voor het huis was waar ik in de eerste instantie hostage werd gehouden. Ja. Dus hij was heel dicht bij het vuur. Nou, toen is hij op een gegeven moment gegijzeld, wat ze tegen mij gezegd hebben, door zijn hoofd geschoten. Maar hij is gewoon gelijk door zijn hoofd geschoten. Ja, nou uiteindelijk wel toen hij schijnbaar, ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar wat ik dus weet, zijn en een aantal voertuigen waar ik in ben geweest. Ja. En als je dan een dag lang niks te doen hebt en toch op jezelf gaat malen een paar uur lang. Of wat is het, 48 uur lang ben ik bij hun geweest of zo. Dan ga je toch nog even wat dingen goed beluisteren, onthouden, dat soort dingen. Nou, en ze hebben een aantal foutjes gemaakt terwijl ik bijvoorbeeld bij hen in de auto zat of om het hoekje zat te wachten. Met spraakfoutjes die ze tegen elkaar hebben gedaan. Die namen, die heb ik toevallig onthouden, want het zijn, eerst deden ze personen naast me en dat soort dingen. Maar soms zat ik in de auto, heb ik mijn raam pas open en dan gaan ze in één keer naast mijn auto heel stoer staan lopen praten en dan maken ze een bespreekfoutje. Namen die ik onthouden heb, zijn alleen voornamen trouwens. Mace. Rick. Hoe, wacht, Mace? Ja, Mace. Rick. Ze hebben Samuel gezegd. Samuel, Samael, iets in die richting. Ja, Samael. Oleg hebben ze gezegd. Lucas, Oleg. Willem is benoemd. Die is aangehouden. Bert is gezegd. En Makkus is ook al een keer benoemd. En dat was nog in de juwelier. Ja, dan hebben we ook alle namen al staan. Je hebt de briefing natuurlijk niet gezien. Maar we hebben daar de volgende personen als bij de bijzonderheden. Want we kregen iets van de elektriciteitscentrale. Nou, stroom lag er ook even uit. Dat ging om Rick Force, Samuel Hunt, Jordi Blanco, Meester tegen Max van Plaks, Piet de Wit, Willem Hunt, Mason Hunt. Die namen hebben wij, dus die kunnen we ook direct jullie voornamen aan koppelen of die jij hebt gegeven. Jongens, ik wens jullie in ieder geval heel erg veel succes. Ja, met het onderzoek. Alle informatie die jullie van mij nodig hebben. Ja, vraag het op, zou ik zeggen. Ik heb de briefing voor jullie, die staat in Politie Algemeen. Daar kan je ook heel veel referenties uit halen. En dan wens ik jullie extreem veel succes met het onderzoek en hou me op de hoogte. Ja, top. En ja, als de inzetten zijn, dan gaan we ervoor. Dan pakken we ze.